Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik echt heerlijk in peace opgestaan. Sirana en ik hebben lekker ontbeten. Ik belde zo net met mijn moeder om te kijken hoe het gegaan is met de jongens. Want de jongens hebben vannacht bij mijn moeder geslapen. Het is gelukkig weer super goed gegaan. Dus ik ga ze zo meteen ophalen. Sirana moet over 2 uurtjes bij club zijn. Dus hebben we nog 1,5 uur de tijd om wat kleine dingetjes te doen. Ik moet naar de blokker omdat ik nieuwe wasmanden moet hebben. Dus dat gaan we nu gelijk doen en daarna gaan we de jongens ophalen. En dan gaat je daar nog gelijk door naar de club. Dus ja, dat is de planning voor nu. Nou jongens, inmiddels ben ik weer thuis. Sirano is net weggegaan. We hebben de jongens niet opgehaald, want ik zei aan mijn moeder van, u kunt de jasjes aandoen, want we zijn er met 20 minuten. Dus toen zei ze van, meisje, je kan bij je huis blijven, want de jongens zijn net in slaap gevallen. Dus voor mij komt dat nu heel erg goed uit, want ik moet nog content maken voor Chiquel en Bjorn Borg. Dus dat kan ik nu in alle rust doen, dus daar ben ik heel blij om. En ik heb ook mijn wasmanden gevonden. Ik leg jullie eventjes neer. Kijk, dit zijn ze geworden. Ik heb 2. Auw. Ik heb 2 van deze gehaald. Gewoon van die Curver. Kijk, wat is dit? Dit zijn van die Curver wasmanden. En dan 2 keer 60 liter. Want ik had dus van die. Oh, wat een leuke. Ik wil een leuke foto maken. Wacht even. Wait a minute. Ja, ik kan hier mijn thumbnail maken. Wacht even, ik vind het super leuk. Moet ik het kleed even beter vouwen? Ik kan hier gewoon mijn thumbnailtje maken. Ik vind het leuk. Kijk nou. Oh, mijn knie doet pijn. Maar goed, anyway, even kijken. Dus ik heb dus 2 van die wasmanden gehaald. Want wij hadden dus, we hadden gewoon 1 bij bol.com gehaald. 1 wasmand met 3 vakken voor witte was, gekleurde was en donkere was. En het eerste half jaar vond ik het helemaal top. Maar op een gegeven moment, die wasmand is veel te klein. Het is helemaal niet handig. Op een gegeven moment gebruik je het niet meer per kleur. Op een gegeven moment, nee, het is gewoon totaal niet handig. Ik vind dit veel overzichtelijker. Ik wou er eigenlijk 1 halen, maar Sirana zei, ik denk dat 2 beter is. Dus ja, daar hebben we dus 2 van. Ze hebben ook beide een deksel. Het enige wat ik gewoon hinderlijk vind, is dat die deksels dus zo dicht gaan. Zo. Je kan ze niet vastmaken. Dit is het. Maar ja. Prima, die andere, je had wel eentje waarbij je zeg maar, die een clip heeft. Maar ja, in principe, dit is gewoon prima ook. En dan heb ik ook nog 2 deze gehaald.
lijkt me het wel leuk om voor een setje te hebben. En ook deze zijn van... Oh, wat is hier gebeurd? Is dit kapot? Nee, toch? Oh, ik denk al. Dan vond ik het natuurlijk ook wel leuk om twee bijbehorende... Ja, dit is geen wasmand. Dit zijn van die wasstijlen. Ik weet niet hoe je dit noemt. Maar ja, ik noem dit in principe ook gewoon een wasmand. Die heb ik dan ook twee van. Ja, dan kunnen die anderen dus weg. Voor 2 weken komt grofvel, geloof ik. We hebben grofvel gebeld voor over 2 weken. Dus dan gooi ik dat er ook gewoon bij. En dan... hebben we gewoon 1 geheel. Vind ik veel mooier. Nee, ik ben er heel blij mee. Ja, wat ga ik nu doen? Ik ga nu dus content maken. En daarna moet ik ook heel even naar de winkel. Ik moet dat natuurlijk dan wel lopend doen. Of met de fiets. En dat is... Gelukkig is het echt heel mooi weer. Ik ben zo blij dat het weer mee zit, jongens. Nu hoe Cyrano voetbalt... neemt er natuurlijk de auto mee, want het is natuurlijk ver. En aangezien we maar 1 auto hebben en ik wel gewoon wil bewegen, dan moet ik dat met OV doen of met de fiets. En ik zeg je eerlijk, ik vind het helemaal niet erg om met het OV te gaan. Heel veel mensen hebben daar echt moeite mee als ze zeg maar gewend zijn om een auto te hebben en dan OV te moeten gebruiken. Maar ik vind het persoonlijk niet erg. Het enige wat ik wel erg vind is als ik bijvoorbeeld naar de stad ga. Of dat ik boodschappen moet doen. En dat ik daarmee moet gaan showen. Kijk, dat vind ik gewoon 10 keer niks. En dat doe ik ook niet. Want nee, ik hou daar gewoon echt niet van om te gaan slepen met spullen. Maar als ik bijvoorbeeld nu eventjes groenten moet halen. Nou, dat vind ik dan niet erg. Maar ik ga niet met een volle tas met de fiets. En nee, dat ga ik niet doen. Maar goed, ik ga nu opstaan en beginnen. Nou jongens, ik ben net klaar met aanbeelden maken. Cyrano had zo net toevallig een leuk idee gestuurd voor een reel. Maar die kan ik alleen niet alleen filmen. Die ga ik denk ik maandag met hem maken. Ik wil mijn haar denk ik ook losse voor hebben. Maar in principe sportkleding en een knot is eigenlijk wel beter. Denk ik. De jongens slapen nog steeds, dus ik ga nu mijn huis stofzuigen dweilen en daarna ga ik gewoon die kant op. Mijn vloer heeft weer een beurt nodig. En ik, vandaar ik ook met mijn schoenen in huis loop. Want als mijn huis schoon is, loop ik absoluut niet met schoenen. Maar als ik weet dat ik ga stofzuigen dweilen, dan loop ik gewoon met schoenen. Oké, ik ga dat gauw doen en daarna ga ik de deur uit. Jongens, ik ga nu gauw... boodschap is halen voor het avondeten. En daarna moet ik naar het Flevo ziekenhuis. Want ik was helemaal vergeten dat we Genoa zijn medicijnen moeten halen. Want of hij heeft nog voor 1 dag of hij heeft helemaal niks meer. Dus dit is gelukkig de laatste die we moeten halen. En daarna is het hopelijk klaar. Dat horen we volgende week. Dus ja, dat is mijn planning voor nu. En ik ga met de fiets. Dus ga ik dat gewoon allemaal met de fiets doen. Is ook beter voor mijn conditie. Dus ja, let's go. Nou jongens, inmiddels ben ik gearriveerd bij mijn moeder. En toen ik binnenkwam, zat Mason in de stoel te eten. En was hij helemaal happy om mama te zien. En Noah ook. En nu zit hij eventjes een serietje te kijken. En Mason is in de tussentijd in slaap gevallen. En ik had mijn laptop meegenomen. Dus ik ga nu editen. En mijn moeder gaat zometeen lekker koken. Mama, wat gaat hij vandaag maken? Masala kip met ei en rijst en choka. En choka. Spang. Melang. Oh, dat is zo lekker. Ik moet echt weer naar Suriname. Maar gewoon... Als ik naar Suriname ga, 50% is sowieso mijn familie. En die andere 50% is het eten. Eten van Suriname is gewoon next level. Kijk, ik snap dat ze nu, dat je heel veel betaalt en heel weinig eten krijgt. Maar toen ik daar in 2017 was, ik had de tijd van mijn leven. Voor weinig geld kreeg je porties waar je u tegen zegt. En dan bij mijn oma, dat ik zeg maar
altijd naar mijn oma toe kon lopen. Dat er altijd eten was. Oh, dat was gewoon echt de best life ever. Ever, 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 nee. Mama, wanneer gaan we weer naar Suriname? Ik ga dit jaar. Je gaat dit jaar? Dit jaar. Wanneer? Voor de feestdagen. Huh? Hoezo moet ik u vragen? En Biggie Brokey Waka. Biggie, wie? Biggie Brokey Waka. Biggie Brokey Waka. Ja. Oh, over die Bosjebrug. Ja. Nee hoor. Altijd tweede zondag in de... Nee, is te warm. Is wel leuk. Nee, maar het is morgens vroeg. Ja, maar maakt niet uit. Morgens vroeg is het al warm. Maar goed, anyway. Ik ga even verder met mijn vlog. En Genoa. En... maar... en... oh. Kijk, Snowy. Je begint steeds meer op je moeder te lijken. Kijk nou. Je lijkt op mama, hè? Ja! Ja, maar ik ben zo trots op Geno, want je heeft weer de hele dag geen pamper aan. Hé, Noah? Ja. En hij heeft ook gewoon een mega poep gedaan op de wc. Een mega plasje. En een mega plasje. En een mega puffy. Ja. Stinky stanky. Ja. Stinky de stinky. Yummy, yummy, yummy. Dit is zo lekker, guys. Kijk, met de rijst. Look at this. Oh. Thank you, mother. Nou, jongens, het is inmiddels... We zijn... Hoi, jongens. Inmiddels ben ik weer zijn we weer thuis. En heb ik even iets anders aangedaan, want ik rook echt naar masala. En we hadden zo net bezoek, hè, Noah? Wat? Wie was zo net op bezoek bij ons? Oompie. Oompie Damien was even langsgekomen om jou te groeten. Vond je het leuk? Ja. Ja, hè? En laatste was Noël. Oh ja, Noël was er ook laat. Super leuk, hè? Al dat bezoek. En maar lieve Genoa. Ik had natuurlijk zijn medicijnen opgehaald. En toevallig zie ik dat nu. Dus je moet deze nog innemen. We zijn veel te laat. Maar ja, liever laat dan nooit. Waar is je drinken? Je hebt hier nog drinken. We hadden net bezoek. Het is nu echt best wel laat. Alleen, ik ben nog niet eens op de helft van mijn vlog. Want ik moet nog gewoon een heel stuk. En ik ben echt super moe. En ik moet morgen vroeg beginnen. Dus ik moet nu gewoon doorgaan. Ik ben echt kapot. Genoa, kom je? Maar goed, ik ga nu gauw doorzetten. Ik wil ook nog heel graag naar de sportschool. Dus ik hoop dat ik dat ga redden. Nou jongens, ik ben eindelijk klaar met editen. Ik ga me zo meteen omkleden. Ik had gisteren mijn grote boodschappen gefilmd en ik weet dat jullie dat altijd leuk vinden. Ik heb eventjes een dag teruggespoeld, want vandaag is het maandag. En wanneer jullie naar deze video kijken, is het dinsdag. En ik ga nu samen met mijn lieve, lieve, lieve kindjes. En Sirana komt er zo aan. Gaan boodschapjes halen. Vandaag had ik heel veel deadlines. Dus vandaar ik vandaag niet film. Maar ik dacht, dit stukje kan ik makkelijk aan de video plakken. Omdat ik weet dat heel veel mensen mijn grote boodschappen die ik uitpak leuk vinden om te zien. Voornamelijk mevrouw Lydia Rietveld. Dus vandaar ik nu mijn boodschappen wel ga filmen. En daarna log ik weer uit voor vandaag. Maar ik heb dus een boodschappenlijst gemaakt. En daar gaan we nu heen. Het enige, jongens, ik wil helemaal niet klagen. Maar Dirk heeft eventjes bedacht om hun weekfolder woensdag te laten ingaan. Zo random, woensdag. Echt waar, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik vind het echt niks. Vroeger was het altijd zondag. Er waren wel echt wat dingen. Laat me kijken wat op mijn... Shit, waar is mijn lijstje? Is het nou gevallen? Dat net.
ik heb. Oh hier. Dirk had er wel echt dingetjes dat ik dacht, hi, jou moet ik hebben. Zo zeg ik bijvoorbeeld een soort van Oreo. Ik hou helemaal niet van Oreo, maar goed, anywho. Een Oreo. Oreo cereals. Zo cereals. Cornflakes, juist. Dat. Die Starbucks koffie. Die wil ik dan ook wel hebben. Aangezien ik het dan toch heb. Ik heb niet zoveel dingen opgeschreven eigenlijk. En dan dingetjes voor Noah, voor school, opvang. Maar verder. Nou, nu gaat Albert Heijn weer geld op me maken. Nou jongens, ik ben weer thuis. Nou, wat heb ik als eerste gehaald? Grote zak aardappelen van 5 kilo. Een pot Nutrilon. Ik zie alleen nu dat het 8 maanden is en ik dacht dat het 7 maanden op stond. Dus hij moet nog eventjes een anderhalve maand wachten hiervoor. Maar het maakt niet uit. Dit. En 2 trossen bananen. Op de taxi. 1, 2, 3 en 4 pakken. Melk, Fanta, vanille cola, ginger beer, vissticks, kaas, York ham. Dit is echt een lekkere ham, jongens. Heel lekker. Panga filet. Spinazie, maisvingers, brood, die Noah's een favo snoepjes, die trolley dino rex snoepjes, die zure. Pot is bijna op, dus die kunnen we zo aanvullen. Rombrie, Ella's Kitchen, fruithapjes. Even kijken, dit wil ik dus heel graag proberen. En het is koud, dus ik wil het bijna niet proberen. Dit is Red Bull. Maar dan de Tropical Edition. Deze heb ik dus nog nooit geproefd. En ik heb een collega en zij drinkt dit. Ik zweer het je, sinds ik haar ken, drinkt zij dus altijd dit in haar pauze. Ze zat een keer zo lekker te drinken. Toen zei ze van, wil je proeven? Maar ja, ik weet niet. Ik drink gewoon niet van mensen. Ik hou er gewoon niet van. Oeh, het ruikt zoet. Hier Red Bull proef ik ver. Dit smaakt naar iets. Nee, ik zal dit niet nog een keer kopen. Doe maar gewoon een normale Red Bull, maar. Nee. Het mist iets. Wacht even, ik kom bij jullie, want dit is zo zonde om dit zo te drinken. We hebben morgen vrij, hè. Wanneer je excuus zoekt om te drinken. Dit is het. Misschien nog een klein beetje erbij doen. Juist. Ja, dit is wel lekker zo. Oké, wat hebben we nog meer? Even kijken. Van die diepvries mango stukjes. Voor de smoothie. Dubbel vla. Fristi, chocolademelk, magere yoghurt. Even kijken, die haverdrank, die Oatly. Even kijken, nog een Fanta. Nog een gingerbeer, stroop. En last but not least, pap gehaald voor Mason.
Zodat hij soms in plaats van een flesje in de ochtend ook pap kan eten. Kijk. Dus. Nou jongens, inmiddels zijn we weer een paar uur verder. Alle jongens zijn gaan slapen. Cyrano voelt zich in ene helemaal beroerd worden. Dus hij slaapt nu ook al een uurtje. Hij had in ene ook echt een hoesbui. Toen heb ik een theetje voor hem gemaakt. Het is nu 11:45 en ik ben echt absoluut niet moe. Dus ga ik lekker naar de sportschool. Ik heb mijn sportkleding al aan, dus ik ga er weer lekker voor. Ik heb echt super veel energie, jongens. Dus ik ga geen pre-workout drinken. Ik ga nu mijn schoenen aandoen en mijn pasje meenemen. Zoveel energie heb ik ook weer niet om voor niets daar te gaan staan. Nou, jongens, let's go. Geen gedoe vandaag met pre-workout. We gaan gelijk door. Ik heb weer lekker getraind. Ik zou eigenlijk mijn bovenlichaam trainen. Maar ik was mijn sporthandschoenen vergeten. En ik dacht, nee, ik heb echt geen zin in dat ik weer eelt en weet ik het veel wat ga krijgen. Het doet gewoon echt pijn als ik train zonder sporthandschoenen. Dus ben ik gewoon maar weer voor mijn benen en mijn buik gegaan. Ik wil eigenlijk chocola pakken, maar die zit helemaal achter in de kast. Dus ga ik maar weer voor vanille. Shake me. Kijk hoe ik het weer zal vergeten. Ik heb deze keer weinig gemaakt. Ik krijg zin dat ik moe ben. Oh, nee, dat ik echt nodig. My goodness. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien bij de volgende video.